bijna een jaar geleden dat we hier bij het hostel op bezoek waren. Steven, hoe is de situatie? Is er wat veranderd in dit jaar? Wij gaan als hostel gaan we hier weg. We zijn klaar met ons werk. Wij hebben dus lang aan gewerkt om deze klanten binnen huis te halen. Dan zijn er eigenlijk bedden leeggekomen nu in de hostel zelf. Nou, nu wel zoveel bedden dat ze kunnen zeggen, nou, we kunnen één locatie sluiten. Wat vind je ervan dat het hostel nu sluit, Abdul? Ik vind het wel jammer. Dat ik gewend ben, heb ik goed mensen om me heen. Nou, ben ik blij mee eigenlijk. Ik vind het wel doodzonde dat het ophoudt natuurlijk. Ja, en bedoel je met mensen om je heen, de bewoners of je hulpverleners? Ja, de hulpverlening ook met name. Dus kom je er ook? Ja. Goed idee. Ik heb je nou nooit zo serieus zien kijken. Kijk jij nu anders tegen het leven aan als toen je gebruikte? Ja, zeker weten, natuurlijk. Je wordt een beetje wakker van. Je was altijd versuft door drugs. Je wil alleen maar drugs hebben. En stelen ervoor, mensen belazeren ervoor, dat soort dingen. En ja, nu ik helemaal niet meer gebruik, ja, word ik eigenlijk een beetje wakker. Ik zie het een beetje, het licht eigenlijk, wat het leven is. Dus het is toch veel beter vooruitgaan natuurlijk. Dat is positief. Dat is heel positief, ja. Deze mensen, gaan die zelfstandig wonen nu? Nou, niet allemaal. Dat zou iets te veel zijn voor de grote stap. Een aantal van deze bewoners gaan naar andere hostels, omdat daar ook bewoners uitgestroomd zijn naar woningen. Onder andere. Dus die gaan daar de plekken opvullen. En een aantal bewoners vanuit hier gaan ook naar woningen. Wat ga jij doen nu? Nou, dat hoop ik van Steven ook te horen wat ik daarna ga doen, van hierna ga doen. We hebben een traject opgezet, dus dat wacht ik op af. Daar wacht ik op af eigenlijk. Ga jij misschien een van de gelukkigen zijn die op zichzelf gaat wonen? Ja, dat hoop ik, ja. Ambulant begeleiding, ja. Kijk je daar naar uit? Zeker weten. Ja. Abdul? Ja? Ik hoorde dat je nog steeds een beetje vragen hebt over waar je naartoe gaat. Wat het vervolg zal zijn hier. Inmiddels hebben we een woning gevonden. Voor jou. Ja, oké. Alleen ik heb de sleutel nog niet. Dus we kunnen hem niet gaan kijken. Ja. En ik verwacht dat ik de sleutel over een week of twee ga krijgen. Oké. Dan gaan we samen kijken naar de woning. Jij komt te wonen samen met iemand anders. Top man, daar zit ik al op te wachten. Zo man, ik ben blij mee man. Dankjewel. Helemaal goed. Ja, oké. Top. Je hoort nu dat je een huis krijgt. Wat doet dat met je? Nou, ik ben blij. Ja, zeker weten. Eindelijk een beetje een stapje verder. Hè. Dus ja, ik voel me echt blij. Maar de mensen die hier werken, wat gaat daarmee gebeuren? Een deel daarvan blijft op deze groep werken. Of met DSL-bewoners vanuit naar meer ambulant werk. En een paar andere medewerkers zijn op heel andere locaties van de SBU gaan werken.